Het is eigenlijk omdat die narcoses niet zo optimaal waren, waren we vaak genoodzaakt om dat beest niet onnodig naar of een hoofdpijn of een beetje kritische narcose te laten leiden. Moesten we gewoon heel veel deel met de handen pakken. Dat ging over grote watussies, bij wijze van spreken. Het ging om 4 man erop, tot aan bosrendieren. En vroeger doken we erop en dan zagen we wel. En dat was ook eigenlijk zonder enige schroom. Dat was ook wel weer leuk. Dat was ook wel weer een soort cowboy-achtige effecten had je dan. Tegenwoordig kunnen we ze heel elegant verdoven. Kunnen ze lekker goed onderzoeken, ook veel beter onderzoeken overigens. Tegenwoordig is het en veel veiliger voor niet alleen de dieren, maar ook voor de verzorgers. Maar ja, het is uit al die jaren toch altijd goed gegaan. Maar ook wel spectaculair.